Ajax onder 19 nam het op tegen FC Utrecht onder 19. Daar Ile Tupa, die wordt daar neergelegd. Natuurlijk een vrije trap. Doelman Fabian Keizer van FC Utrecht zet zijn muurtje neer. En achter de bal Danilo Pereira de Silva. Pereira de Silva, schitterende vrije trap. En dat geldt ook voor de redding van Keizer. Daar Danny Blind als een van de toeschouwers die de kou trotseerde. En dan een aanval van FC Utrecht. Het schot van Zeb Zwijghuizen-Rijgersberg. Geen probleem voor Issem Elmash. Dan Sven Botman met de crossbal. Komt terecht bij Zabot Schön. Schön nog steeds. Schön gaat binnendoor. Dan het schot en het doelpunt. 1-0 door Schön. Uitstekend gedaan van de Hongaarse buitenspeler. Gaat goed binnendoor en schiet op het juiste moment. En Keizer geklopt. En weer Schön. Komt de bal terecht bij Gravenberg. Opnieuw Schön. Opent op Jasper ter Heide. De linksback mee naar voren gekomen. De voorzet. Pareren de Silva. Kopbal op de paal. En een Pasquali net naast. Tjonge, jonge, jonge. Wat scheelt het? Goeie voorzet. Pareren de Silva. Keizer versteend op de lijn. Maar dan Pasquali moest snel reageren. Pech dat de bal maar een paar centimeter naast ging. Het blijft 1-0. Dan FC Utrecht. Darkwa. Darkwa met de kans. En Darkwa met het doelpunt. Dirk Darkwa. De slimme spits van FC Utrecht. De kopbal van Zeb Zwijghuizen-Rijgersberg. En Elmash kansloos. De schoorsteen bleef roken op deze ijskoude middag. Dan in de tweede minuut naar rust. De counter van Utrecht. De paas van Jaden McNack op Dirk Darkwa. Opnieuw Dirk Darkwa. Met de kans en het doelpunt. Twee kansen, twee doelpunten. Dirk Darkwa. En Elmash ziet de bal voor de tweede keer in het net verdwijnen. Wat was het antwoord van Ajax? Sergino Dest. Met de voorzet. Heel hoog. Komt terecht bij Danilo Pereira de Silva. En dan de uithaal. Oh, wat een doelpunt. Schitterende treffer. De gelijkmaker voor Ajax. Prachtige voorzet. En de aanname. En een hartverwarmend doelpunt op deze ijskoude middag. De mooiste treffer van de dag van Pereira de Silva. En Ajax ging door. Probeerde Utrecht vast te zetten. Dan Pasquali met ruimte voor een schot. Sebastian Pasquali. En dat gaat me net naast. Een verraderlijk schot van de Australiër. En dan Ekkelenkamp. Op Gravenberg. Ter Heide mee naar voren. Jasper ter Heide. Kapt, geeft voor. De kopbal en opnieuw Pereira de Silva. En in de 59e minuut komt Ajax op voorsprong. Door deze mooi uitgespeelde treffer. Met als afmaker Pereira de Silva. Opnieuw hij. En dan ging Ajax door. Op jacht naar de 4-2. Schot van Gravenberg. En Keizer heeft hem niet klem. Maar uiteindelijk in tweede instantie wel. Dan zijn we in de slotfase. In blessuretijd. Nog één keer FC Utrecht. Dest met het hoofd. En dan met een voet ertussen. En dan Dest voorkomt daar een hoekschop. En Ajax kan uitbreken. Maar dan wordt er gefloten. De bal is achter geweest volgens de arbitrage. En Utrecht krijgt nog één keer een hoekschop. Daar komt de bal. Wordt niet goed weggewerkt. Mokono. En dan van de lijn gehaald door ter Heide. En dan kan Ajax uitbreken. Maar dan klinkt opnieuw het fluitje. En dan blijkt dat de bal volgens de arbitrage de doellijn heeft gepasseerd. Natuurlijk komen de spelers van Ajax een verhaal halen. En nog één keer de situatie. Mokono met de inzet. En het is niet te zien op deze beelden. De aantrekkelijke wedstrijd eindigt met een kater voor Ajax onder 19. Dat genoegen moet nemen met een 3-3 gelijkspel.